Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 augustus 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Onlangs was er weer een verandering aan het repeatersysteem van PI2NOS, omdat een combinatie van vier antennes op de vierkante toren bij het Mediapark in Hilversum een grillig stralingsdiagram opleverde, zijn die antennes nu gesplitst in een westelijk en een oostelijk paar antennes, elk met een eigen ontvanger in Diversity. Ook op de website met de bekende cirkels en op de pagina met de bardiagrammen met de signaalwaardes van de ontvangers is de opsplitsing zichtbaar. Ondergetekende komt door de verandering ook een stuk beter over de repeater heen. In verband met het International Lighthouse Weekend is PA6FUN tussen 20 en 31 juli QRV vanaf Ameland. Ray en Maus zijn uitsluitend QRV op 6 meter in de modus CW, SSB en RTTY. QSL-info staat op qrz.com bij Papa Alpha 6 Foxtrot Uniform November. Ja, dan nog een stukje opinie. Geen nieuws, maar de eigen mening van deze nieuwsmaker. In het Reformatorisch Dagblad, ik geef het toe dat ik het niet dagelijks lees, staat een artikel met in de hoofdrol de voorzitter van de VSZA over onze hobby. Ongetwijfeld met de beste motieven gedaan, maar ik schaam me als centamateur en als journalist nogal voor het resultaat. Het artikel is beslist geen reclame voor onze hobby. Het staat om te beginnen in een rubriek geplaatst met als titel Vergane Glorie, die gaat over hobby's waar steeds minder belangstelling voor is. Verder is de strekking van het artikel op veel punten vooroordeel bevestigend. Ons hobby wordt voorgesteld als een sterk vergrijsde hobby waarin de laatste 70'ers zich angstvallig aan het verleden vastklampen. Ook genoemde cijfers en een aantal andere feiten kloppen gewoonweg niet of wekken misverstanden. Een prijs noemen voor een amateurapparaat van 5000 euro vind ik ronduit misleidend en het houdt potentiële amateurs ook zeker van onze hobby af. En het roepen dat er eind jaren 90 wel zonnevlekkenactiviteit was en nu niet, getuigt natuurlijk ook niet van veel kennis van zaken. Het aantal zendamateurs in Japan is verder 3 maal zo klein als in het artikel wordt gesuggereerd. Even voor de goede orde. In de landen waar de meeste zendamateurs zitten, loopt de hobby gemiddeld niet terug. In de Verenigde Staten, het land waar meer dan een derde van de amateurs wereldwijd zit, neemt het aantal zendamateurs al een jaar of 15 toe, met gemiddeld 10-15%. Andere groeilanden zijn te vinden in Azië, Zuid-Amerika en dichterbij in het oosten van Europa. Ook in Nederland is het aantal zendamateurs helemaal niet sterk tanend. Het loopt enigszins terug. Punt van zorg is verder wel de relatief hoge leeftijd van de amateurs. Maar goed, als het vooral 50'ers blijven die net als nu voor de zendexamen slagen, dan is er helemaal niks aan de hand. Amateurs in Nederland en de omliggende landen hebben vaak wel sterk het idee dat de hobby terugloopt. Onterecht dus. Ik denk dat we er heel erg voor moeten oppassen dat zoiets geen self-fulfilling prophecy wordt. En een artikel als dit is bij dat in elk geval zeker niet behulpzaam. Ieder atoom heeft evenveel elektronen als dat het protonen heeft vanwege het elektrische evenwicht. Bijvoorbeeld het uraniummolecuul met zijn atoomnummer 234 heeft dan 117 protonen en 117 neutronen, dus ook 117 elektronen, waarvan maximaal 8 stuks in meerdere banen per atoom gaan. En er dus sprake is van een keten van atomen die nodig is om één molecuul te vormen. Het elektron draait op relatief grote afstand rond de kern. Qua volume is het atoom grotendeels lucht. Denk qua verhouding maar aan het zonnestelsel waarvan de zon de kern is en de planeten de elektronen. Elektronen zitten echter niet gravitationeel in hun baan, maar elektrisch. De middelpuntvliedende kracht voorkomt dat het minder geladen elektron op het plus geladen proton afspringt. Qua massa heeft het elektron echter slechts het 1/1634ste deel van het proton en van het elektrisch neutrale neutron. Dit maakt het voorstelbaar dat elektronen tamelijk losjes in hun baan zitten. Eén enkele foton is al in staat het elektron uit zijn baan te schieten. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz en 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10:30 op PI2NOS en om 14:30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. Redactie en presentatie van deze uitzending PA0ETE en PA9TV. Met bijdrage van PD4ROB. De techniek is in handen van PA0ETE.